Goed, paragraaf 4 over weer en klimaat voor haven natuurlijk in de bovenbouw. Opgave 16. Een regenbui heeft effect op de temperatuur en de wind. We redeneren waarom dat tijdens een regenbui het meestal afkoelt. Nou, komt de regendruppeltjes ontstaan heel hoog in de atmosfeer en daar is het heel koud. Als ze dan gaan vallen, dan komen ze in de warme temperatuur, al onttrekken ze dan warmte van. En daardoor daalt de temperatuur in hun omgeving. Waarom neemt de wind toe tijdens een bui? Nou, die regendruppels die vallen dus, daarmee botsen ze op luchtmoleculen. Daardoor worden de snelheid van de luchtmoleculen, de regendruppelmoleculen wat minder. Maar de snelheid van de luchtmoleculen wordt juist groter en dat uitzicht dan als wind. 17. Ook bij andere weerverschijnselen dan overdag speelt de luchtgevoeligheid, vochtigheid een grote rol. Klare bewolkte verschijnselen. Regendruppelen die uit een wolk vallen, verdampen vaak voordat ze de grond bereiken. Ja, dat komt in de wolk is de luchtvochtigheid natuurlijk heel groot, maar als de druppels naar beneden vallen, komen ze in een gebied waarin de luchtvochtigheid kleiner is en is er dus toch de mogelijkheid om te verdampen. Als er geen bewolking is, kan het s'nachts behoorlijk afkoelen. Tijdens de ochtend voor zonsopgang kun je dan dauw of mist hebben. Ja. Hoeveel water er in de lucht gaan zitten hangt af van de temperatuur en als het koud is kan er dus minder water in de lucht zitten. Dus vlak voordat de zon opkomt is het meestal het koudst, dus kan er dus het minste water in de lucht zitten en krijg je dus condensatie, hè? Water die uit de lucht komt en condenseert op de planten en op de auto's, weet ik het allemaal. C. Als je op een zonnige, droge, koude winterdag uitademt, zie je een wolkje ontstaan en weer verdwijnen. Ja, de adem die je uitdraagt, die bevat veel waterdamp en is, die lucht is best wel warm. In de omgeving is de lucht vaak koeler en daardoor de adem die je uitblaast, die koelt daardoor af en daardoor kan er minder water in zitten, dus krijg je condensatie. Dat zie je dan als een wolkje, maar dat wolkje verplaatst zich natuurlijk weer in de omgeving en kan dan weer deels verdampen. En daardoor verdwijnt het dan weer. Goed, 18. De druppels in een wolk hebben een vorm van kleine bolletjes met een straal R. Voor het volume van een bol geldt V is 4 derde maal pi maal R tot een derde macht. Redeneer dat de zwaartekracht op de druppel recht evenredig is met R tot de derde. Nou, de zwaartekracht geldt voor zwaartekracht is massa maal g en de massa kun je vervangen door dichtheid maal volume en het volume die hangt af van r kwadraat. Dus wat je in feite hier krijgt is dus dichtheid maal 4 derde maal pi maal g maal r kwadraat. En 4 derde en pi en g, dat zijn allemaal constant, dus eigenlijk krijg je dus de zwaartekracht is dus evenredig met R tot de derde. Ja, want de rest is allemaal constant. Bij lage snelheden is de luchtweerkracht evenredig met de straal en met de snelheid van de druppel. Er geldt dus F van de lucht is K maal R maal V met K als constante. Een vallende druppel bereikt een constante snelheid. Waarom? Nou, de waterdruppel ondervindt een zwaartekracht. Die is constant, maar de luchtweerstand is niet constant. Die neemt toe met de snelheid, totdat die even groot wordt als de zwaartekracht en hem opheft. De resulterende kracht is dan 0, dus geen versnelling, dus constante snelheid. C. Let uit dat waarom grote druppels sneller vallen dan kleine druppels. Ja, dat heeft dus te maken met zwaartekracht en met luchtwrijvingskracht. De zwaartekracht die is gelijk met C maal R in het kwadraat. En we zagen net dat de luchtweerstandskracht is K maal R maal V in het kwadraat. Nou, als de zwaartekracht en de luchtwrijvingskracht even groot zijn, geldt dus dat K maal R maal V is dus gelijk aan C maal R kwadraat. Dat is hier opgeschreven. Luchtweerstand is gelijk aan zwaartekracht. K maal R maal V is gelijk aan C maal R kwadraat. K en C zijn constantes. Nou, als je dan gaat omschrijven en alleen V aan de linkerkant over, dan moet je dus K en R wegdelen. Dat gebeurt hier dus. Dan krijg je dus C gedeeld maal R kwadraat gedeeld door K en ook gedeeld door R. Nou, dan hou je dat eigenlijk over C maal in de derde macht zijn trouwens, sorry.
Hou dan R tot de derde macht gedeelde R is R kwadraat, dat is deze. Dus dan krijg je de snelheid is constante gedeeld door een andere constante maal R in het kwadraat. Nou, oké, dus de snelheid hangt af van de straal. En hoe groter de straal is, hoe hoger de snelheid. Dus we drukken met een grote straal en een hogere snelheid. Dat moesten we aantonen. Oké, 19 dan. Is een regenwolk geschetst? Geef in het gebied C20 en in welk gedeelte van de wolk zich waterdruppeltjes bevinden? Dat is in het gedeelte waarin het hoger is dan 0 graden Celsius, dus hier. Geef aan in welk gedeelte de neerslag. Sneeuwkristallen bevinden. Dat is in dit gebied waar het lager is dan 0 graden Celsius. En in het gebied waarin de neerslag begint te vallen, dat is natuurlijk in de top van de wolk altijd. Daar zit het koudst. Nou, hier zie je dat ook. Deze schat met behulp van C11 op pagina 10, dat is deze, nog een keer gekopieerd, op welke hoogte de wolk zich bevindt. Nou, hij zit in het gebied tussen 0 en 10 graden Celsius. Oké, dat moet je omrekenen naar Kelvin, dus 273 erbij, dus 263 Kelvin. Oké, dat is dit is 250, dit is 300, dus dat zit je in dit gebied zo. Dus je ziet, je zit dan heel laag in de atmosfeer, zit je dan, en als je heel goed aflest, is dat bij 2 tot en met 4 kilometer. 20 dan, op het aardoppervlak ontstaat een luchtbel, warme vochtige lucht met een temperatuur van 27 graden Celsius. De partiële damdruk van de waterdamp in de luchtbel is 14,5 hectopascal, gebruik op de bel 13a. Okay. Bepaalde relatieve luchtvochtigheid in de luchtbel. Nou, dat is de relatieve vochtigheid is de partiële gedeelte door de verzadigingsdruk, maal 100%. Partiële druk is 14,5 hectopascal gegeven. Verzadigingsdruk of de maximale druk kun je opzoeken in de BINAS bij 27 graden Celsius. 13a is dat. Nou, daar staan deze waarden. Goed, die deel je dan op elkaar. Met 100% komt uit 4,7%. Nou, de luchtbel stijgt op, koelt erbij af met 9,8 graden Celsius per kilometer, waardoor het volume daalt. Neem aan dat de partiële luchtdruk even groot blijft. Bepaal op welke hoogte het water begint te condenseren. Oké, condensatie treedt op als de partiële damdruk en in de lucht gelijk is aan de verzadigingsdruk. De partiële damdruk is gegeven, 14,5 hectopascal. Daar hoort bij een temperatuur, volgens de BINAS, bij van 12,5 graden Celsius. Dus het gaat gebeuren bij 12,5 graden Celsius. Nou, het temperatuurverschil, de bron ging weg op 27 graden temperatuur en die 12,5 die gaat er dus af. En dan had je dus een temperatuurverschil van 14,5 graden over. En die is gevolg van de stijging in de atmosfeer. Nou, als je een kilometer stijgt, dan daalt de temperatuur 9,8, dus je kan zien dat het ongeveer 1,5 kilometer gaat worden. En als je het precies doet, is dat 14,5 gedeeld door 9,8, dus 1,5. Nou, is inderdaad die 1,5 kilometer. Stijging, dus 1,5 kilometer dus. Goed, C. De bel stijgt dan verderop, maar de temperatuurdaling neemt dan af tot 6 graden per kilometer. Leg uit waarom dat de temperatuurdaling per kilometer in een luchtbel met condensatiedamp kleiner is. Nou, bij het condenseren van daar komt energie bij vrij. En die wordt in de bel gewoon opgenomen. En daar is de temperatuurdaling minder. Ten opzichte van een luchtbel waarbij die condensatie niet optreedt. Die zal meer in temperatuur dalen. Want die krijgt niet de energie die loskomt uit het condenseren. In een storm boven warm water wordt de lucht steeds vochtiger. Boven land wordt de lucht in een storm juist droger. De huid waarom de stormen boven warm water steeds sterker worden terwijl ze boven land juist afvlakken. Nou, dat staat hier goed uitgelegd. De luchtbel boven warm zeewater bevat meer waterdamp dan de luchtbel boven land. In de warme luchtbel boven zeewater is de temperatuurdaling dus per kilometer dus kleiner dan in de warme luchtbel boven land. De luchtbellen boven zee stijgen dus hoger dan de droge luchtbellen boven land. En als een warme luchtbel boven het zeewater opstijgt, neemt deze extra waterdamp op. Een storm wint daarom aan kracht boven warm zeewater en boven land regent de lucht bij leeg en zwakt de storm dus af. Oké, paragraaf 4.